Goeiedag, ik ben Henriette Onsemanuels, fysiotherapeute. En met ons tweede filmpje wil ik weer wat informatie delen met betrekking tot de longen. Het COVID-virus heeft invloed op onze longfunctie en longconditie als we er eenmaal mee besmet raken. Dit filmpje wordt een beetje een interactiefilmpje samen met mijn gezin, mijn man en mijn dochter Lisa. Die zullen ook deel uitmaken van deze opname. In deze tijd waarbij de kinderen toch vrij zijn van school en wij als ouders meer tijd hebben, kunnen we in plaats van ons steeds meer bezig te houden en de angstige berichten te volgen van de mensen die natuurlijk het COVID-virus hebben en wat er in de wereld gebeurt, is het toch belangrijk om ook op een leuke manier bezig te zijn met de kinderen. Een beetje afleiding, een beetje quality time. En op een spelender wijze toch werken aan een betere kwaliteit van de longen. Toch mocht het een keer zo zijn dat we ziek worden omdat we misschien bronchitis hebben of astma. Want daarvoor zijn deze oefeningen ook goed. Dan hebben we van tevoren toch wel wat oefeningetjes kunnen doen om de longconditie te verbeteren. Goed en diep inademen is heel belangrijk voor ons lichaam. We hebben namelijk zuurstof nodig om te kunnen leven. Die zuurstof hebben we nodig om te kunnen werken, hebben we nodig om te presteren op school, hebben we nodig om te sporten. Sporters hebben nog meer zuurstof nodig om maximaal te presteren. En dat hebben we allemaal nodig voor de verschillende processen in ons lichaam. Bij een goede ademhaling is de uitademing 2 keer langer dan de inademing. Dat betekent dat wij dan minder kortademig worden als wij daarop letten. Dus als wij 4 tellen inademen, kun je dus 8 tellen uitademen. Een van de symptomen van het COVID-19 virus is fibrose. Bij fibrose kunnen de longen minder zuurstof opnemen. Eigenlijk is het gewoon een soort verbindweefseling van longweefsel. Het longweefsel wordt dan minder elastisch, dus minder rekbaar, waardoor dus het longfunctioneren ook bemoeilijk wordt. Hoe meer fibrose, hoe meer er een beperking komt in de bewegelijkheid van de longen. Je kunt je longen daardoor minder vullen. Dat is de reden waarom men kortademig wordt. Je kunt vergelijken die verbindweefseling, dus fibrose, met een littekenweefsel. Het littekenweefsel is niet zo goed beweegbaar meer, het is minder elastisch. En precies zo kun je dus de fibrose vergelijken met een soort litteken in het longweefsel. Onze ademvolume is belangrijk, dat is de ademvolume, is eigenlijk de volume lucht die je uitademt in rust. Dus niet bij activiteit. Wij gaan wat oefeningetjes samen doen, waarbij wij invloed willen uitoefenen op de vitale capaciteit. En de vitale capaciteit is de hoeveelheid lucht die je uitademt tijdens een krachtige uitademing en een diepe uitademing. Dus de uitademing moet diep zijn en krachtig. En dan ben je bezig de vitale capaciteit, dat is de capaciteit, de maximale capaciteit van je longen, te trainen. En dit is belangrijk omdat je tijdens deze diepe inademing en daardoor krachtig uitademt, ook de onderste longvelden vult. En die zijn heel belangrijk, want dan zorg je ervoor dat je je maximale capaciteit van je longen gebruikt. Stress is vaak de boosdoener van een verkeerde ademhaling in rust. We hebben het voornamelijk over de ademhaling in rust. Piekeren of problemen en zonder dat we het doorhebben, hebben we verkeerde ademhaling. Waarbij eigenlijk het bovenste gedeelte van de borstkas wordt gebruikt en daardoor word je eigenlijk heel snel moe. Het is belangrijk dat we daarom opletten dat we de buik gebruiken om diep in te ademen. En als wij uitademen is dat meestal ontspannen, want dat gaat onder invloed van de zwaartekracht. Daarnaast is het heel belangrijk om echt de uitademing 2 keer zo lang te doen als de inademing, want het heeft ook invloed op onze bloeddruk. Ook je bloeddruk dropt door een betere ademhaling. Voor de oefeningen hebben we nodig een meetlint, ballonnen en een stuk papier. Je kunt een A4'tje in 4 vouwen en dan gebruik je daar een deel van. Je plaatst de maatlin onder de laatste ribben en precies tussen ribben en bekkenkam.
Dan gaat Lisa even diep inademen. Diep inademen. En uitblazen. Oké, nog een keertje inademen. En uitblazen. Oké. Je houdt dus de meetlint hier. En dan kijk je dus bij de inademing, trek je hem strak. En bij het uitblazen laat je meer los. Het is mooi als je een verschil hebt van 5 centimeter. En een, als je al 7 centimeter hebt, is het dus al heel mooi. Voor de tweede oefening hebben we dus dat stukje papier nodig. Je vouwt hem dubbel. Net een afdakje. Je plaatst hem in eerste instantie om te beginnen met oefening 1 handlengte naar voren. Voor een volwassene zit je dan ongeveer al op 70 centimeter. En dan probeer je dit blaadje weg te blazen. Dus heel diep inademen. En in 1 krachtige uitademing moet je dus proberen om het blaadje dus weg te blazen. Ik zal het even voordoen. Diep in. En als het dus lukt om beweging te brengen in het blaadje wat net gebeurd is, zit je dus goed. En je kunt dus steeds verder oefenen tot voor een afstand van 1 meter is het echt de uitdaging om dat blaadje weg te blazen. En vooral die uitademing, gecontroleerde uitademing is belangrijk. Want dan bouw je eigenlijk de luchtvolume steeds op. En dan merk je gewoon dat je een luchtstroom hebt naar het blaadje toe en het blaadje waait dan weg. De volgende oefening moeten ze een ballon opblazen op de verkeerde manier. Dus met korte ademteugen. Hier merk je dan dat het ook langer duurt voordat de ballon gevuld is. Plus je wordt er ook sneller moe van. Ja, dit is de verkeerde manier. Bij het vorige ballonnen blazen hebben jullie gezien dat het op de verkeerde manier gedaan is. Nu gaan ze een ballon opblazen op de juiste manier. Dus heel diep inademen en maximaal uitblazen. Je merkt dan dat je minder moe wordt en de ballon is veel sneller gevuld. En dit is precies wat je met je longen doet als je op de juiste manier ademt. Dat de longen beter gevuld worden. Kijk hoe makkelijk dat gaat. Ik hoop dat jullie wat gehad hebben aan dit filmpje. Natuurlijk blijft gezond bewegen belangrijk. We kunnen niet naar de sportschool gaan, maar wij kunnen denk ik wel wat meer verbranding gebruiken. Omdat wij vaker zullen snoepen, misschien iets meer zullen eten. En met touwtjes springen of steppen kun je ook heel veel calorieën verbranden. En daarvoor heb je niet veel ruimte nodig. Be safe, stay home and love each other.